Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go vlog op Crazy Coon en welkom in Liverpool. Super tof dat je weer kijkt. Liverpool, de Safari Zone, is daar momenteel aan de gang en ik zit natuurlijk gewoon in mijn eigen kamer, dat weet ik. Maar de Liverpool Safari Zone is overal ter wereld, waar je ook speelt, als je 2 jaar terug een ticket gekocht had. Destijds heb ik dat gedaan, maar door wat aan de hand is in de wereld kon de Liverpool Safari Zone niet doorgaan. Is hij al een keer opnieuw geweest en is hij nu voor een tweede keer. Nu kun je ook in Liverpool daadwerkelijk ter plekke spelen. Maar voor mensen die daar niet heen konden of er niet heen wilden en die toch een ticket hadden, heeft Niantic gezegd, ook wereldwijd is de Liverpool Safari Zone er weer voor iedereen. Daarom spelen wij vandaag dus de Liverpool Safari Zone. En mijn dag begon super. De enige shiny die ik sowieso wilde hebben, ving ik ook. Shiny Horsea. Super mooi dat we die natuurlijk al hebben. Daar ben ik enorm blij mee. En Professor Willow heeft ook wat special research voor ons. Die special research is best kort. En we zijn al bij stap 1 van de 2. Dus we zijn bijna klaar. Ik moet nog één Pokémon evolueren. Dat gaan wij doen. Zodat we natuurlijk kunnen kijken. Ja, dat is helemaal prima. Naar wat we ervoor krijgen. Want er zitten aardig wat beloningen in. En als het goed is, ook een gegarandeerde shiny. Tenminste, als ze doen wat ze de vorige keer ook deden. Laten we eens kijken. Claim reward, claim reward en claim reward. Dan nu deze. Super incubator erbij. Fast TM, Golden Ras. Wat moeten we nu nog doen? Wow, Crazy Coon, dat was een spannende reis. Dankzij jou hebben we een heleboel geleerd over de Pokémon in de Liverpool Safari Zone. Tuurlijk, we moeten tijd nemen om met onze buddy te bonden. Wat moeten we doen? Met onze buddy spelen, een snapshot nemen en 3 treats. Oké, dat kan. Daarvoor moeten wij alleen wel Niantic AR even uitzetten. Dat is namelijk de makkelijkste manier om onze buddy in beeld te krijgen. Dan hoef je niet rond te kijken. Je kunt ook niet rond de Pokémon lopen, maar dat is op zich niet zo heel erg natuurlijk. Een snapshot nemen hebben we gedaan. 1, 2 en 3 keer een treat. En dan moesten we geloof ik ook 3 keer met hem spelen. Komt zo meteen in beeld. Come on. Koetje. En dat is 3. Voor de zekerheid nog een keer een snapshot. Die is daar. Shiny Tentacool. Helaas niet. En dan nu. Een Lucky Egg. Een Star Piece. Nog weer een keer 100 Great Balls. 1000 Great Balls zou vrij extreem zijn. Een Raid Pass. 30.000 Star dus. Daar had ik misschien die Star Piece voor aan moeten zetten. En een mysterieuze Pokémon. Als dit net zo gaat als de vorige keer, is dit Shiny Chinchou. Nice. Shiny Chinchou. Shiny nummer 2. Het heeft even geduurd. Maar shiny nummer 3 van vandaag is hier. Het is de tweede Shiny Chinchou. En dat betekent dat we later in de video sowieso 1 van de 2 kunnen laten evolueren in Lantern. Want mijn eerste uit de special research was stiekem best wel goed. Lantern ook een PvP Pokémon. Dus PvP IV's? Vraagteken. Nee. Wilmer is blauw. Shiny nummer 4 in de pocket. Krabby. Een super toffe shiny. Een groen gouden shiny. Gouden shiny sowieso mijn favoriet. Nice. We waren net ons aan het voorbereiden om weg te gaan naar een toffere plek om te spelen. En voor een weekendje weg. Toen we deze prachtige jongen nog vingen. Dus ja, aan de ene kant is het een teken van blijf. Maar ik ga het opvatten als een teken. Vertrek vooral, want er zijn nog meer shinies te vinden. Tijd om te gaan. Ik ga nu ook iets doen wat ik normaal gesproken niet doe. Dat is het verbinden van mijn Go Plus met Pokémon vangen aan gedurende een event. Ik ben heel benieuwd of we hier nog shinies mee gaan pakken.
Fingers crossed. Zijn we aangekomen in de bossen en het heeft zowaar zin gehad, jongens. Het heeft zowaar zin gehad. Ik moet er iets voor scrollen, maar daar is hij. De tweede shiny die ik absoluut wilde vangen vandaag. Shiny Poliwag, gevangen onderweg van Groningen naar Norg. En ook onze welkomstcomité was hier fantastisch. Norg-Drenthe, Nederland. Shiny Horsey, nummer 2. Super dus. Eigenlijk was het weekend al gepland voordat ik wist dat de Safari Zone weer gehouden zou worden. Maar we combineren het aangename met het prettige en het praktische. We gaan een rondje wandelen. We gaan hopen dat Timpel shiny is. Dat is toch een hele toffe. En ik ga die Dratini proberen te vangen, want ik zoek eigenlijk nog steeds naar een tweede shiny Dratini. Plus, ik heb nog geen Platinum Drakenmedaille. Dus dat is 1 en 1 is 2, als we dat goed combineren. Als onderdeel van de Safari Zone zitten ook unknown op de kaart. Ik heb de L, de I, de P, de O al gezien. Dus ik gok dat als je extreem veel mazzel hebt, en dat zal in Liverpool vast makkelijker zijn dan erbuiten, maar dat je dus Liverpool kunt spellen. En jij moet wel even meewerken. Werkt een excellent throw dan? Jawel. En jullie zien, we zijn hier in het bos nu. Het loopt tegen zessen. Het is iets voor half zes. En stiekem vind ik dit een mooi tijdstip om te zijn. Om het geluid van kikkers na te doen, denk ik. Is het idee van wat jullie daar zeg maar zien. En ik weet niet of het te horen is, maar met wat fantasie klinkt het nog echt als een kikker ook. Dat is niet eens gek gedaan. Dwebble, niet shiny. Timpel, ook niet. Ik zag meer, er zijn meer kansen. Anerith, verscheen daar nog weer een Chinchou vlakbij mij. Ook niet. En dan de Pikachu met het safari hoedje. De vorige keer had ik hier 2 shinies van. Deze keer heb ik nog geen mazzel. Je zet de camera een seconde uit, tikt een tentacle aan en je kunt je camera weer aanzetten, want shiny tentacle. Tijdens Safari Zones, net zoals op GoFest, is de shiny kans iets hoger. Dus vandaar dat mijn shiny luck vandaag gelukkig is. Hij is ook binnen. En dan hebben we een groot deel van alle shinies die vandaag te vangen zijn, ook daadwerkelijk al te pakken. Dratini moet nog steeds. Oshawott kan nu natuurlijk shiny zijn sinds de Community Day. Die hebben we nog niet. Maar ja, daar hebben we eigenlijk ook al wel genoeg van. Ook 2 dingen combineren. En dat gebeurt als we deze Carvana vangen. Wat trouwens ook nog een shiny is die we vandaag in elk geval nog moeten hebben. Mijn vorige Liverpool Safari Zone begon met een shiny Carvana. Maar dit is de 18e
Dark-type Pokémon die ik moet hebben voor de research van de mogelijk Shiny Spiritomb. Vandaag is namelijk ook het Ghost Event, het Halloween Event, begonnen in Pokémon Go. Dat zie je bij mij op de kaart dus niet, omdat ik de Safari Zone ticket heb. Komt later natuurlijk wel, komt later ook een video van. Dus abonneer je zeker op het kanaal als je die wil zien. En nu, hoop met mij mee, Shiny Spiritomb. Come on. Nee. Shiny moet die blauw zijn, geloof ik. Dat is hij niet. Het is wel weer een Spiritomb. 18 Ghost-type vangen of 18 Dark-type Pokémon bij de research tasks geven de Spiritomb als beloning. Durf ik dit? En nu ik gezegd heb, durf ik dit, is het echte vraag, durf ik dit? Ah, ik durf het. Een ander voordeel van de Safari Zone is het verschijnen van Pokémon die je hier normaal gesproken niet ziet. En dat is dus Relicant. Normaal gesproken zit deze Pokémon alleen in Australië en Nieuw-Zeeland. En volgens mij zelfs alleen in een, wat is het dan, oostelijk deel van Australië. En dus in heel Nieuw-Zeeland. Maar vanwege de Safari Zone dus ook in Liverpool. En omdat de Safari Zone nu wereldwijd is, ook hier in Norg. Of waar je ook bent ter wereld. Op zich is Relicant dan weer niet per se een Pokémon waar je heel veel aan hebt. Het is geen goede PvP-Pokémon. Maar het is er wel weer eentje die je kunt aftikken. En je Pokédex compleet hebben. Ja, dat was oorspronkelijk natuurlijk het doel, hè. Want gotta catch them all. Dat is het einde van Sierra, waarmee we gaan kijken of we een ongewone Shiny voor vandaag mee kunnen pakken in de vorm van Shiny Sneasel. Het viel mij op dat deze Sneasel vrij sterk was in zijn aanvallen, dus ik ben eigenlijk vooral heel benieuwd naar de stats sowieso. Hero Purifier, het is geen Shiny Sneasel. We gooien er een Golden Razz op voor de snelheid. En zoals altijd, wandelen in het bos is bukken, als je 2 meter bent in elk geval. Sneasel, hoe goed ben jij? Oké, waardeloos kunnen we wel stellen. Wat hebben we hier dan nog? Dwebble, die gewoon is. Krabby, die gewoon is. Oeh, ik zie Psyduck daar verschijnen. Een blauwe eend? Nee. Groen zeepaardje? Ook niet. Donkerblauwe unknown? Nee. En dan nog een lichtblauwe Poliwag. Zit er ook niet in. We kunnen wel weer even een Pokestop spinnen. Dat dan weer wel. Vandaag kwam er ook een heleboel speciale research van Pokestops af. We claimen er nu eentje. 5 Pineapps is een Dratini. Die dan dus alleen weer niet shiny is. Maar we lopen langzaamaan het bos weer uit. We gaan richting een restaurant om een hapje te eten. Want we hebben nog een kwartier aan speeltijd. Ik blijf natuurlijk nog even doorvangen. En ik zie jullie zo voor de eindscore van mijn dag. En daar waren we voor mijn shiny count. Wat jullie nu in beeld zien zijn de shinies die ik vandaag heb gevangen. Natuurlijk tot en met de Shadow Pinsir. We begonnen met de Horsey. Vet begin. Eerste shiny die ik ook wilde. Chinchou natuurlijk gegarandeerd. Tweede Chinchou. Krabby. Poliwag. Super toffe shiny. Heel blij dat ik die gevangen heb. Nog een Horsey. En een Tentacool om mee af te sluiten. Deze Horseys, daar heb ik er nu 2 van. En dat betekent dat we dus eentje kunnen laten evolueren. Dit is de sterkste. Dus die gaat omhoog naar Seedra shiny. Die heel erg cool is. Rest alleen nog de vraag. Shiny Kingdra. Ja of nee? Daar is hij. Ik heb Seedra nog niet eerder shiny gezien. Ik vind hem heel vet. Echt
heel cool. Wil ik hem dan alleen door? Want ja, die is paars. Donkerpaars. Ik denk dat ik Seedra mooier vind dan Kingdra. Dus we houden hem. We houden hem zoals hij is. Mocht ik ooit door een wonder nog een shiny vangen, dan gooien we hem door. De Liverpool Safari Zone. Voor mij dus niet in Liverpool, maar in Nederland. Wel ten einde. Ik heb een super leuke dag gehad. Het was super met alle shinies. Wel de tweede keer natuurlijk. Dus de spawns ja, werden wat dat gaat iets minder. Al met al ben ik wel heel blij dat Niantic niet alleen lokaal de boel heeft georganiseerd, maar dat we ook weer deel konden nemen als we al een ticket hadden waar we ook ter wereld waren. Vond jij al deze shinies nu ook vet? Beloon deze video dan zeker met een duimpje omhoog en abonneer je als je meer Pokémon Go video's wilt zien, want er is heel veel meer. Er komt ook meer, zoals natuurlijk het Halloween event met de Halloween Research. Laat me in de comments vooral weten hoe jouw shiny hunts gaan. En wil je meer zien, komen er zo twee video's in beeld, waaronder mijn video van de Liverpool Safari Zone. De eerste keer waar ik ook super veel shiny Pokémon ingevangen heb. Wil je mij volgen op social media, Facebook, Instagram, Twitter en ook op Discord? Kan allemaal via de links in de beschrijving. Dan was ik Crazy Koen. Nogmaals super bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende video. Houdoe!